gehad, je rentree bij Topos. En ja, neem ons even mee, wat is hier allemaal gebeurd van? Want het was echt waanzinnig volgens mij. Ja, het was een vrij bizarre wedstrijd. Ik denk zowel voor spelers als publiek. Drie keer gestaakt. Voor mij was het sowieso nieuw. Ik kom natuurlijk terug uit het buitenland. Het is hier vorig jaar natuurlijk allemaal ingegaan, die nieuwe regels. Maar ja, het was even wennen. Weer eens wat anders. Dit had je niet ingecalculeerd, denk ik. Nee, ik zeker niet. Ik zeker niet. In de rust kom je erin. Tweede helft is onderweg. Jullie krijgen 1-0 tegen. Jullie moeten naar binnen. Wat gebeurt er dan allemaal? Hoe raar is dat voor jullie? Ja, het is natuurlijk vrij bizar. Als je een tegendoelpunt krijgt, is het natuurlijk al vervelend genoeg. Als je dan ook gelijk naar binnen moet, dan je wil natuurlijk het liefst zo snel mogelijk er wat aan doen. Als je dan weer een kwartier naar binnen moet en eigenlijk weer moet gaan wachten tot je weer naar buiten mag. Dat is lastig, maar ik denk dat we het goed hebben gebruikt om elkaar weer op te peppen en de volle tegenaan te gaan. Je leeft dan in een onduidelijkheid. Hoe hou je jezelf scherp? Ik denk wat voor mezelf werkte in het begin was om het even los te laten. Niet te veel over na te denken. Op het moment dat je hoort dat je weer naar buiten moet, dan is het gewoon belangrijk om elkaar weer op te peppen en te gaan waarvoor we hier waren. Jullie werken keihard. Jullie proberen de gelijkmaker te maken. En dan komt minuut 90. En dan is het één groot gekkenhuis eigenlijk, hè? Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik zelf in het veld geloofde er nog wel in. Ook al, ondanks dat we niet heel veel kansen creëerden. Maar ja, Delano schiet hem fantastisch binnen. Dus alleen maar mooi. En dan eigenlijk een fantastisch feest, dat toch weer net een beetje verpest wordt eigenlijk, hè? Ja, volgens mij werd er weer wat gegooid. Ik heb het zelf niet gezien. Ik zou ook lekker zeggen, bij juichen, laat lekker gaan. Hè? Natuurlijk... Vreugdebiertje. Ja, supporters moeten natuurlijk niks gooien. Hè? Laten we dat voorop stellen, maar... Ik vind er zit wel verschil in tussen een doelpunt maken of die tweede situatie wanneer iemand het niet eens is met de grens of de scheids en dan wat gooit. Maar ja, goed, het is de wereld waarin we leven. Maar desalniettemin, een heerlijk puntje neem ik aan. Ja, zeker. Ja. Je komt hier natuurlijk op voorhand naartoe voor 3 punten. Maar goed, je komt op 1-0 achter en als je hem dan zo laat nog maakt, dan denk ik dat we gewoon blij moeten zijn met de punt. Je bent weggegaan bij Topos en je hebt een aardige reis bewandeld volgens mij, want je bent naar Australië geweest. Je hebt nog een club gehad. Hoe is die tijd voor jou geweest? Het was voor mij eigenlijk een hele positieve tijd. Veel wedstrijden kunnen spelen daar. Sowieso een prachtig land, mooie cultuur. En ook gewoon een hele nieuwe ervaring. Ook mooi om te zien hoe het in andere landen eraan toe gaat. Ik heb natuurlijk heel mijn leven in Nederland gespeeld. En ik probeer en ik hoop dat ik wat van die ervaring ook mee kan nemen hier weer terug naar Topos. Hoe blij ben je om weer terug te zijn? Ik ben heel blij om weer terug te zijn, zeker. Lekker thuis. We gaan weer lekker knallen dit jaar. Welkom terug, gehad. Delano, jullie knokken keihard. Jullie zitten heel lang binnen. Er gebeurt heel veel deze wedstrijd. En dan komt minuut 90, schiet je de 1-1 binnen. Een beloning op het harde werk, denk ik. Ja, zeker. Het is een geweldig gevoel. En ik heb er hard lang naartoe gewerkt. En ik kom van ver van mijn blessure met mijn meniscus die ik gescheurd heb. Dus het is mooi voor mij en mooi voor het team dat we minimaal een punt hebben gehaald hier. Hoe heb jij het moment zelf ervaren? Ja, een mooi moment. Wat ik je zeg, voor mij was het persoonlijk een beloning op het harde werken en blij dat ik hem binnen mag schieten. Ja. Binnen mag schieten? Nou, je schiet hem aardig binnen. Hij komt in de linkerkruising en dan is de ontlading ook heel groot, wat ik zag in ieder geval. Ja, er was veel emotie wat ik je zeg. Van al die maanden ervoor komt er veel emotie uit. En wat ik zeg, ik ben blij dat ik hem binnen mag schieten en het team mag helpen. Het feestje wordt gevierd, dan moet hij toch nog naar binnen toe. Jullie komen dan nog voor 3 minuten weer naar buiten. Is dat niet lastig, opeens een leeg stadion? Is dat omschakelen? Nou ja, ik denk na zo'n chaotische wedstrijd dat het alleen maar goed is geweest dat er op een gegeven moment geen supporters meer waren voor die laatste 3 minuten. Want ik denk als het nog een keer was gebeurd, dan hadden ze ons wel voor 1 minuut of 2 minuten hier terug naar toe laten komen. Dus ik ben blij dat de scheidsrechter het zo hebben opgelost en dat we gewoon de wedstrijd uit konden spelen. Was het ook een terechtpunt vandaag? Ik denk dat het met vlagen dat wij veel druk en veel dingen creëerden. En ik denk andersom ook. Dus ja, ik denk een gelijkspel is wel rechtvaardig. Ja. Het moet wel lastig zijn geweest, denk ik. Als je kijkt, ja, je zegt het was al eventjes raar om die 3 minuten weer erin te komen. Laat staan dat jullie een keer 10 minuten binnen hebben gezeten en één keer zelfs een kwartier à 20 minuten. Hoe was dat? Ja, het is vooral op het moment zelf zit je gewoon in je focus en wil je de wedstrijd gewoon spelen. En als je dan elke keer naar binnen gaat, ja, je lichaam wordt toch koud, je spieren worden koud. En de focus is er wel, alleen ja, het is niet lekker voor je lichaam. Nee, dat niet. Nee. Maar toch eventjes genieten na deze prachtige avond uiteindelijk met jouw doelpunt. Ja, zeker. Dankjewel, Delano.